In de cirkelbaan. 3, 2, 1. Goedemiddag, broeders, zusters, mensen. Mij is gevraagd om een getuigenis te geven. En ja, dat vind ik mooi, dat is prachtig. Dan laat je iets zien van wat God kan doen in je leven. Maar zo'n getuigenis, die komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Even iets vooraf. Ik denk dat God, ik weet dat God gewoon alle mensen lief heeft. Gewone mensen, net zoals u en mij. God heeft geen verschil in mensen. God heeft ze allemaal lief. Wij zijn zijn kinderen. Alleen sommige mensen die weten dat nog niet. En het geweldige van God is, dat als je hem zoekt, het staat ook in de Bijbel, zijn woord, dan zul je hem vinden. En als je zijn deur klopt, dan zal hij openen. Dan zal je hem helpen. Maar dan zal hij je helpen. En ja, daar ben ik natuurlijk al een hele tijd mee bezig. En af en toe struikel ik en dan val ik weer en dan sta ik weer op. En dan leer ik weer nieuwe dingen. Dan raakt God mij weer aan. En door zijn Heilige Geest, dan merk ik heel duidelijk dat God mij helpt, mij draagt, mij bemoedigt. En er was op een gegeven moment een dienst waar ik heen was. Dat was zeg maar mijn eigen gemeente, maar eigenlijk zijn we allemaal één gemeente. Iedereen die in de Heer Jezus Christus gelooft en in de wederopstanding, de levende God. Dat is één gemeente, dat zijn we met elkaar. Daar was ik en ik ging naar de dienst toe en ik had enorm veel pijn in mijn linkervoet. En ik dacht van, ja, er zijn zoveel mensen die hebben iets wat veel ernstiger is dan mij. Dus waarom zou ik dan naar voren gaan en voor mij laten bidden? Dan schaam ik mij een beetje. Nou schaam ik, dan denk ik van, voor zoiets kleins. Maar daar gaat het helemaal niet om. God wil je gewoon helpen. Dus ik zat in de dienst. Ik denk, ja, ik moet maar naar nazorg en bidden voor zieken. Dat hebben we daar ook. Ik denk, ja, ik doe het zelf ook voor anderen. Maar ja, om daar zelf te gaan. Ik denk, Martin, kom op, de Heer is er ook voor jou. Ik zeg, oké. Dus ik zat in de dienst. En de Heer die zei, zo'n stemmetje in mijn hoofd, jij wordt genezen. Ik denk, wow. Nou, het einde van de dienst doen we dat altijd. Dus ik ging naar voren en er werd voor mij gebeden. En ik vertelde wat er met mijn voet was. En er werd gebeden en ik liep. En ik, maar er gebeurde niks. Ik denk, oké. Maar goed, je kunt op dat moment genezen worden. Maar je kunt ook op een ander moment genezen worden. Je legt het bij de Heer neer en de Heer doet het op zijn, op haar tijd. Ja, dat klinkt zo raar, maar op zijn tijd. Dus ik denk van, oké, dus ik ging weer weg. En we waren uitgenodigd in deze gemeente, 's middags. Dus wij gingen mee, niet wetende, dit was ook een genezingsdienst. Nou denk ik, een genezingsdienst is natuurlijk iets speciaals, maar elke dienst kan in principe een genezingsdienst zijn als iemand voor jou gaat bidden in de naam van Jezus en God looft en prijst. Maar goed, ik dacht van, ik denk van, nou, ik ga naar de voorganger. En ik zeg gewoon wat er met me is, dus ik ben best wel vrij direct, dus ik was hier, dus ik sta zo voor hem. En ik zeg, ja, ik ben Martin, ik heb platvoeten mijn hele leven, ik heb er wat last van, maar ik heb nou zo'n pijn boven in mijn voet. Ik zeg, dat voelt niet goed, dat heb ik nog nooit gehad. Nou, hij zegt, mag ik voor je bidden? Ja, ik zeg, natuurlijk. Hij zegt, mag ik je zalven? Ja, ik zeg, dat mag, dus ik sta hier gewoon. Dus de voorganger pakt zo'n potje, een beetje olie. En doet het op mijn voorhoofd en spreekt een gebed uit. En natuurlijk in de naam van Jezus, want het is niet wij die het doen, of hij, maar het is Gods kracht die het doet, die ons geneest. Nou, en hij zegt, amen. En zegt, beweeg eens even. Dus ik loop zo. Ik dacht, Oké. Hij zei, hoe is het? Ik zei, nou, een stuk beter. Dus ik was, ja, ondanks dat ik erin geloof, ik was toch verbaasd. Hij zei, nou, is het nog niet helemaal over? Ga nog even staan. Nou, hij bidt nog een keer. En hij zegt, amen. Hij zegt, ga eens even springen. Nou, en ik sprong zo. Ik denk, ik voel niks. Ja, hij zegt, doe eens. Nou, ik sprong nog een paar keer zo. Ik denk, wow. Ik denk, die Heer die had me genezen. Onvoorstelbaar. Ik had zoveel last. En ik heb het tot op vandaag nog niet weer gehad. Amen. Dus de Heer is geweldig. Hij doet al wonderen elke dag. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je ervoor openstelt. En we hebben net ook gehoord in het voorwoord, zeg maar, van je moet niet kijken naar achter je, maar naar voren en van de Heer verwachten. Want wat achter is, kunnen we niet veranderen. En wat voor ons ligt, ons leven, onze beslissingen, die kunnen we veranderen. En als we dat samen bij de Heer doen, kunnen we bergen overwinnen en kunnen de genezingen plaatsvinden. Op zijn tijd. Amen.